luisteren. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was goed? Ja hoor, zeker. Ben je er klaar voor? Dag Jans, hè? Ja hoor, wel. Ja? Uitlaaien. Wordt het wordt iets voor jou vandaag, denk je? Ik denk het wel hoor. Ja? Kom aan. Heb je er zin in? Zeker. Het is al bijna een van de laatste. Ja, ja. Vind je het jammer of... Jawel, maar het is ook wel lang genoeg geweest, hè. Veel succes vandaag. Dank u. Is het dan zenuwachtig nu zo voor de wedstrijd of valt dat toch mee? Nee, dat kan zij goed controleren. Ja? Ja. Heel af en toe, maar zoals bij een WK. Nee? Dat was gewoon relax. Een normale dag. Het is wel apart, denk ik, een dochter die 21 is en wereldkampioen. Mijn dochter is ook 21, maar die is geen wereldkampioen. Ja. Was het verrassend, ja? Nou, we hadden gewoon het idee dat zij wereldkampioen kon worden. Ja. Ja, het is zo'n strijd, hè? Ja. En dan gewoon alles goed gaan. Ja. Op die ene dag en alles is goed gegaan. WK is opnieuw gereden? Heel vaak. Ja? Ja, ja. Hoe vaak heb je het al terug te zien? Ook heel vaak. Ja? We zijn er mee weg. Forse sprint. Ja, ik denk vooral dat ik de sprint heel vaak heb gezien. De wedstrijd doe ik ook. Ik denk 2 of 3 keer. En de sprint wel heel veel keer teruggezien. Heb je jezelf verbaasd toen ook bij die sprint? Ja. Ja, kijk, ik weet natuurlijk wel dat ik kon sprinten. Mm-hmm. Dat het nooit echt uitkwam. Ja, dat heeft te maken met zijn intensiteit, mm-hmm, en hoe vermoeid en zo je bent en hoe de wedstrijd loopt. En op die dag, ja, je rijdt natuurlijk voor een wereldkampioenschapstrui, hè? Dat is niet niks, geen gewone wedstrijd. Daar geef je alles voor. Ja, absoluut. Ja, en dat heb ik gedaan. Ik was echt verbaasd, dat lukte, want ze gaf nog best wel lang weerstand. Mm-hmm. En we reden echt naast elkaar en toen dacht ik, ja, mijn hart wat ik ook deed. En op een gegeven moment brak ze, dus ik kan ergens nog steeds niet lopen en aan de andere kant, ja, is het toch wel echt. Pissarin Alvarado die overpakt de Ramos en wereldkampioen. Het is de jongste van het gezelschap. Kan je je één moment herinneren dat je al zo diep bent gegaan? Nee. Maar dit was echt wel. Dit was echt het diepste, ja? Diepste moment uit de wedstrijd, zeg maar. Ja. Je bent nog heel jong.
Je bent pas 21. Maar je bent wel, heb ik gelezen, een fan van de muziek van de jaren 80. Ja, dat klopt. Dat. Echt fan. Ik vind het heel erg tof om naar te luisteren. Ja. Ik ken er ook echt heel veel. Als wij met de Bond weggaan, dan zit ik meestal bij het Gerben de Knecht. Hè? Mm-hmm. De Bondscoach zit dan in de auto. En dan ga je altijd de jaren 80, jaren 90 muziek draaien en raden van wat is welk nummer, welk titel die zingt. Dat is heel leuk om te doen. Is dat. Ik vind jou een leuke verrassing. Oh. We hebben een paar thema's te bespreken. Nee. Jij mag zeggen van wie deze plaat is. En dan vind ik het fout. Girls is just one after? Ja, van. Oh! De naam weet ik niet. Dat moet nee, ik weet het niet. Nee. Cindy Lauper. Ah ja, ja. Had je moeten doen? Ja, ja. Geen maar Girls Just Wanna Have Fun, ik denk dat dat voor jou wel telt, want jij bent echt iets gaan doen, het veldrijden, wat je heel graag doet. Ja, ik doe het inderdaad heel erg graag. Dus leuk om te doen, ik heb er heel erg veel plezier in. Mm-hmm. Elke dag, ik boven natuurlijk elke dag, dus elke dag weer en met de wedstrijden ook, dus dat is heel tof. Ja. Je hebt eerst atletiek gedaan? Dat klopt, ja. Maar dat was niet zo leuk dan? Nee, ik heb het volgens mij een jaar gedaan. Mm-hmm. En na een jaar toen had ik een wedstrijd waar het heel erg koud was en dan allemaal ijswater en zo. En ik was helemaal bevroren. Toen was ik uit de wedstrijd gestapt en toen had ik gezegd dat ik het echt nooit meer ging doen. En ik heb me echt aan woord gehouden, ik heb het ook nooit meer gedaan. En toen kwam het wielrennen aan pas. Ja. Maar van koud, nat en vuil gesproken, is het veldrijden ook wel. Dat is eigenlijk gelijk, hè? Mm-hmm. Maar dan op de fiets, ja. Maar ik vind het toch wel leuker. Ja, toch wel. Ja. Wanneer had je door van, ja, eigenlijk kan ik dat ook wel best goed? Al vrij snel moet ik zeggen. Ik was in mijn eerste jaar was ik gelijk derde op het Nederlands kampioenschap bij de jeugd. En daarna toen ging het ging alleen maar steeds beter en beter. En ik kon landreren tussen de jongens dan. Hè, en ik kon steeds beter mee van in. En toen wist ik van, dit is wel wat voor mij. Dit vind ik wel leuk. Dit gaat goed. Ja. Want er is ook het verhaal van het briefje. Het briefje dat je als jonge fietster meegeeft aan je trainer. Waar je voor jezelf al uitgestippeld had van, ja, dit wil ik gaan bereiken in het wielrennen. Dat betekent toch dat je er enorm hard mee bezig was. Ja, absoluut. Ik ben altijd wel heel erg ambitieus geweest. En in die periode zat ik aan het tijd, tenminste hoopte ik toch tegen het einde van een knieblessure, waar ik anderhalf jaar mee heb gesukkeld. En toen kwam ik dus bij Wim Vaag terecht en die zei van, wat wil je bereiken, hè? Hoe zie je het voor je? En toen had ik dat allemaal opgeschreven. En ik kon natuurlijk nog niks, maar ik wilde heel graag wel. Wat zijn de belangrijkste dingen die daar dan in stonden? Of dat opstonden? Ik was nog junior. Dus ik was vooral kunnen meegaan aan kampioenschappen en zo. Weet je wel, wat hoger op staan in de UCI-ranking. Dus dat ik wat verder vooraan stond in tijdens wedstrijden en zo. En bepaalde podiumplekken halen bij bepaalde wedstrijden. En een soort van een aantaljarig stappenplan, zeg maar, richting de top. Ik ben de kenner, heb je zelf gezegd. Dus. Ja, maar heel veel. Ik vind heel veel allemaal kennen. Deze ga je kennen. Simply the Best van Tina Turner. Kijk eens aan. Ja. Die is wel van toepassing, hè, op dit moment. Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Ja. Ik had dat in het begin van het seizoen gedacht. Dat het zou lopen allemaal. Ja. Het is allemaal heel rap gegaan. We wisten wel allemaal in het begin van, ik heb wel een stap gemaakt. Mm-hmm. Maar hoe groot dat was geweest, dat wisten we natuurlijk niet. Dat was gewoon uittesten. En dan rijd ik mijn eerste wedstrijd en die win ik dan gelijk. En dan geef ik toch wel zo'n wauw gevoel, weet je wel. Van, het gaat al heel goed, hè. Het is maar nog maar net begonnen. En het ging steeds beter en steeds beter. En
Ja, wat je zegt, winnen na winnen en titel na titel, was echt ongelooflijk. Dat zou met ze gaan. Je bent nu ook full prof. Betekent dat je daar ook op financieel vlak een aardige carrière mee kan uitbouwen? Ja, dat denk ik wel. Mm-hmm. Mijn contract is, ten opzichte van wat ik hiervoor had, een heel stuk beter. Mm-hmm. Dat is echt iets waar ik heel erg blij en trots op ben. Mm-hmm. Dat ik dat op 21-jarige leeftijd heb kunnen bereiken. Ja. En dat is, ja, ik denk dat het zeker wel iets is waar ik op kan bouwen. Het is leuk om te zien, zoals vanavond, dat bij de prijsuitreiking, dat jullie allebei, of de winnaars zeg maar, dezelfde check krijgen. Ja. Eindelijk. Eindelijk, ja, ja, dat vind ik ook. Dat is natuurlijk supergoed. Ja. Ik vind zelf natuurlijk dat het wel mocht, dat het mag ook. Kijk, we rijden misschien niet even lang, maar we werken er net zo hard voor. Ik bedoel, we doen en later er even veel voor. Het is niet dat een vrouw er minder voor doet of zo. En dat we dan nu gelijk prijsgeld krijgen in het eindklassement. Ja, dat is toch wel een heel stap voorwaarts. Ja. Waar wel nog een heel groot verschil in zit, is dat startgeld. Hè? Ja, ja. Is dat verschil niet te groot? Allee, als ik nu een beetje de bedragen hoor, denk ik dat de topper bij de mannen misschien nog 10 keer meekrijgt dan de topper bij de vrouw. Ja, dat klopt. Dat is ook dat verschil belachelijk groot. Mm-hmm. Tijd voor een volgend liedje. Ja. Nee. Ja, het heeft niets met te maken. Ja, ja. It's really man. Ja, ja, dat is het. Ja. Maar van wie dat is? Ja, Gary Halliwell is het gecoverd. Ah, oké. Okay. Maar het is van de jaren 80 van The Weather Girls. Ah, bijna, bijna. Maar de titel was goed. Ja, ja, ik moet even over nadenken. Ik heb de 80 jaren toch wel. Natuurlijk wel. Ja. Die heeft gezegd van elke 25-jarige veldrijder op dit moment die van veldrijden houdt, is verliefd op Céline. Ja, dat heb ik gelezen. Heeft hij gelijk? Ik heb geen idee. Ik moest wel om lachen, maar het kan. Ik heb geen idee. Ik hoor wel, ik krijg commentaar af en toe van dat ik heel leuk uitzie, dat ik een sympathieke meisje ben en zo. Ja. Maar ja. Maar je bent wel de leading lady van het veldrijden geworden ondertussen natuurlijk. Ja. Voel je dat zelf zo ook aan? Nog niet helemaal, moet ik zeggen. Ik denk dat het nog wel dat gevoel moet komen ook. Ik heb natuurlijk samen met Anne-Marie ook wel denk ik dit jaar of dit seizoen wel echt de klos een beetje gedomineerd. Mm-hmm, mm-hmm. Hier en daar zijn er natuurlijk wel anderen geweest, maar echt de leading lady, ja, zo voelt het nog niet. Misschien dat het volgend seizoen wel zou komen als ik het eind door kan trekken. Nee. Heb je ook het gevoel dat je stilaan aan het uitgroeien bent op een uithangbord van heel die sport en dat je daar ook een stuk verantwoordelijkheid voor krijgt nu? Ja, mm-hmm. Ik krijg er wel steeds meer besef over en heel veel mensen zeggen dat ook tegen mij, van, hè, dat ik het beeld ben in het vrouwenpeloton, mm-hmm. Zeg maar niet alleen in het veld, maar ook verschillende disciplines. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk om te horen en daar komt er natuurlijk ook wel veel bij kijken of ik het zelf zo zie. Nog niet helemaal, mm-hmm. Maar ik denk wel dat ik tot zo'n persoonheid zou kunnen groeien. Ja. Want je bent mondig, je fietst eerst en vooral heel goed natuurlijk, ja. Je ziet er goed uit, je hebt ook de kleur om te zeggen van kijk, wij kunnen ook meedoen in deze sport. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, het veldrijden moet op zijn knieën gaan zitten. Iemand... ja, maar je lacht er nu, maar ja. Is toch zo? Ja, ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook. Ik denk, of tenminste, ik hoop dat ik het voor verschillende dingen en mensen ook gewoon tot in een lift kan brengen, weet je. En dat ik de vrouwensport samen met anderen natuurlijk ook hogerop kan brengen. Maar ik denk ook wel dat dat zal lukken, zeker. Hoe voelt het om een bekende Nederlander geworden te zijn? Ah, ja, die titel. Ik heb het heel vaak gehoord de afgelopen week. Ja? Maar zo voel ik me niet, moet ik zeggen. Je haat het. Ja, nou ja, ik hou niet echt om van in de spotlight te staan of zo, mm-hmm. Weet je wel. Het hoort erbij natuurlijk, maar zo'n type ben ik niet. Mm-hmm. Dus het is gewoon nog bennen, denk ik. Wat zijn jouw grootste talenten? Het is natuurlijk raar om dat van jezelf te zeggen. Nee, ja, maar sowieso mijn techniek, mm-hmm. is vrij goed, denk ik toch zelf. En ja, dat ik me
in bepaalde situaties ook wel gewoon goed rustig kan houden en weet wat ik moet doen en zo. Weet je, ik maak natuurlijk fouten, dat maak ik iedereen. Maar ik denk dat die twee dingen mij wel ja, heel erg kenmerken. Het trekt zich overal door, dat is veel meer op de goede kracht. Alvarado meer op de souplesse. Techniek, dus inderdaad, dat wordt inderdaad gezegd, dat is ook zo. Jouw techniek is zo goed dat ik hoor dat jij soms te veel risico durft nemen. Ja, en dat gaat soms wel fout. Ja. ja, dan ben ik gewoon net iets te zeker van mijn zaak. Dan wil ik iets net te snel doen of te hard. En dan gaat het soms wel eens mis, hè. Dan krijg ik ook maar op twee wielen. Dus ja, dat klopt inderdaad. Is het dan eens zo gigantisch misgegaan dat je denkt van... Volgende keer toch iets meer nadenken? Ja, bijvoorbeeld in Hoge Heide. Ja. Toen die schuine kant op het laatste stuk. Ja. Toen dacht ik elke ronde deed ik mijn beide voeten ingeknikt. En dan wilde ik in de laatste ronde ook doen. Maar op een of andere manier, ik denk dat ik net iets te hard reed of zo. En ik kiep er zeg maar om. Ja, want je was eigenlijk net aan het versnellen gegaan. Ja. En toen was ik dus daar gevallen. En dat was mijn eigen stom fout wel. Ja, en dan verlies ik daar het wereldbekerklassement en dan word ik tweede en dan word ik zesde volgens mij in de wedstrijd. Mm-hmm. Dus dat soort dingen, dan denk ik van, dan kan ik wel voor mijn kop staan, zeg maar. En ik denk, als je nou iets slimmer was geweest of iets meer geduld had gehad, dan was het beter geweest. Want jij rent niet graag, heb ik gehoord. Nee, echt erg, hè. Nee, dat klopt. Where is for what you say? Gewoon geen angst kennen, maar remmen doe ik wel hoor, maar niet zo meer wat. Ik sprak nog ooit over met Greg van Avermaat over de schijfrem, yeah. Wat nu het beste is. En dan zegt van, ja, maar zeg je, de remmen is niet belangrijk. Hoe vaker je moet remmen, hoe slechter je fietst. Ja, dat is eigenlijk wel waar, hè. Ja, tenminste. Ja. Als je goed kan sturen en goed kan timen, dan hoef je niet zo heel veel te remmen. Alvarado gaat het halen. Alvarado wint Noord en Kroos hier in Middelkerken. Ja, de punt is op de 1 natuurlijk. Wat een fantastische koers hebben ze op sfeer opgebracht, deze drie Nederlandse dames. Met Alvarado Metsema. We staan helemaal bovenaan. De kikjes worden genomen, de beelden worden genomen van binnen het Play Sports. Tara en Zuni die daarbij horen. Was dat spannend? Ja, hè? Wat gebeurde er? Je gleed weg? Ja, ik gleed naar weg en mijn schoenen bleef hangen bij een hek. En het schoot hij los, maar ik kon hem ook niet meer vastmaken. Dus hij was een beetje kapot. En toen was ik wist. Nou, papa was er gerust in. Ja, zo hoorden we je niet. Nee, maar ze begrepen je niet. Ja, nee. Dus ik werd een beetje boos. Maar het kwam wel goed. Ja hoor, het kwam allemaal in orde. Ja. We straks nog prijzen gaan ophalen, heb ik begrepen. Ja, ja. Ik vroeg al aan je zusje wie al die champagne gaat uitdrinken. Dat wordt een groot buurtfeest met al die champagne. Ja, ik heb genoeg, dus. Ja. Gold, always believe in your soul. Van Spandau Ballet.
Oké, nee. Dat zeg echt niks. Maar die ken ik wel. Het geloof speelt ook een heel belangrijke rol in hoe jullie zijn als familie, hoe jij bent als mens. Ja. En hoe je in je sport staat. Ja, dat klopt. Ja. Ik zeg niet dat iedereen dat waardeert of respecteert. Mm-hmm. Maar het is toch iets wat ik zelf, waar ik zelf mee om gaat, zeg maar. Dus ja. Daar trek ik me ook verder heel weinig van aan. En ik ben daar zeker ook trots op. Heel veel mensen snappen dat natuurlijk niet. Het is ook heel raar om uit te leggen. Mm-hmm. Maar ja, dat heet geloof natuurlijk. Probeer het eens. Af en toe tijdens wedstrijden, dan voel ik bijvoorbeeld heel moe of zo. Mm-hmm. En ik ben dan gelovig. Dus dan is het een heel snel schietgebedje, weet je wel. Van, mm-hmm. Heer, de Bijbel zegt, hè, bijvoorbeeld dit en dit en dit. Of geef mij kracht, want anders dan zal het vandaag mm-hmm. niet lukken, weet je wel. En op een of andere manier geeft dat toch wel een boost en een opperpen om dan toch niet op te geven, om door te gaan tot het uiterste, zeg maar. Mm-hmm. En wat ik zeg, iemand van buitenaf zal dat niet snappen, maar ja, ik denk toch wel dat het helpt. Je mama had ook nog zo'n boodschap mee na het winnen van het WK. Had ze een briefje bij. Ja, dat klopt. Er stond ook iets op. Ja, ja. Weet je nog wat? Ze had het me laten zien dat ik op de grond lag, maar ik was zo van... dat ik helemaal niks had gezien. En toen er werd gevraagd op die dag van wat stond er, toen... Ik wist het ook helemaal niet. Nee. Maar ze had er dus blijkbaar op geschreven van... heb ik je niet gezegd dat voor wie gelooft alles mogelijk is? Als ik je straks vraag om opnieuw een briefje te schrijven om aan een trainer af te geven. Ja, wat zou daar dan in staan? Ja. Natuurlijk sowieso meer wereldkampioen truien. Dat zou... Wil meer dan 7 halen, hè? Ja, nou ja. Marianne Vos had er 7. Marianne Vos heeft er 7, ja. Ik ben natuurlijk nog hartstikke jong. Marianne werd wel de 19 al wereldkampioen, maar... 21 is ook al niet slecht. Nee, dat ook. Dus ik denk dat het zeker niet onmogelijk is. Het zou heel tof zijn mocht dat lukken. Mm-hmm. En verder, de Olympische Spelen is een droom. Niet van dit jaar, maar bijvoorbeeld in Parijs. Mm-hmm. Dat zou ik heel graag willen. Ja, dat zou een 5-jarig stappenplan zijn, zeg maar. Mm-hmm. En dat is zo'n kijkje ongeveer. Dat en verder gewoon als sportvrouwen groeien in wat ik doe en dat soort dingen.